Dag lieve kijkers, welkom bij Gamevlog. Mijn naam is Melvin, super tof dat jij weer kijkt naar mijn YouTube kanaal. En deze keer ben ik op het circuitpark Zandvoort. En ik zit nu momenteel in mijn nieuwe auto. En ik wil jullie graag een rondje meenemen. Dus doe je gordeltje vast. En ik zou zeggen, rij met me mee. Ja, ik zit alleen dus. Nou, dat is niet grappig. Zijn jullie er klaar voor, jongens? We gaan nu vertrekken vanaf Zandvoort en ik neem jullie gewoon even lekker gezellig mee. Ik zou zeggen, doe je gordeltje om. Here's the captain speaking. Are you ready for takeoff? Oké, nou we gaan nu vertrekken vanaf Speedpark Zandvoort. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook natuurlijk. Dit is mijn nieuwe auto, het is een Polo V40, bouwjaar 92, het is een oud beest. En we moeten er meer over vertellen. Hij heeft 176,4 pk, dat is gemeten in de 9e maand van 2015 en hij weegt maar liefst 700 kilo. Dat is niet veel. Je moet hier al even schuin erop en eraf. Dat heeft te maken met de auto die ligt zo laag op de weg dat anders mijn uitlaat en mijn voorbumper straat over de grond. Dat is lekker. Maar we rijden nu richting huis. Er komen niet zo heel veel drempels tegen, alleen een stuk snelweg. Stuk verbeterd. Sprintjes zijn natuurlijk het leukst, maar als je zoals je ziet een paar auto's voor je hebt, dan wordt het lastig. Ik bedoel, je kan niet door diegene heen en je kan er ook niet overheen. Dit maakt mijn auto een teringherrie, maar dat is die auto naast me. Oh, een leuke Audi S3. Het lijkt wel of het is omdat jullie het niet zien, maar het is net als Sinterklaas naast me staat. Die vent op een baard tot aan zijn navel, wit. En hij is nog lelijk ook.
We rijden gewoon even een rondje met z'n allen door Velsenbroek heen. Yay! Nou, super kick, Melvin. Ik vind er eigenlijk helemaal geen ene reet aan. Het is zoals het is. Ik hoop niet dat ik een al te grote drempels tegenkom. Want dan ben ik echt een zware Sjaak. Nou, die valt wel mee, die kan ik wel nemen. We moeten hem wel rustig pakken trouwens. Er zit allemaal zo van die vieze knikjes in. Ja, jullie snappen natuurlijk wel. Ik probeer wel het goede voorbeeld te geven. Dat je in een woonwijk gewoon rustig moet rijden. Soms zie je gasten, die rijden gewoon knijterhard door een woonwijk heen. Het is gewoon gevaarlijk. Ik ga wel iets gas. Ja, ik rijd niet harder dan 70. Je mag hier 50, denk ik. Ja, dat is nog wel acceptabel. Dat mag wel voor mij. Ik mag wel iets daar rijden. Oh, haten jullie dat nou ook? Mensen die hun knipperlicht niet gebruiken, dan sla ik dus af bij die rotonde. Tenminste, ik sta netjes te wachten omdat er een auto aankomt. En slaat die kut af. Dus ik sta voor je lul te wachten. En het is niet de eerste keer. Ik bedoel, als het één keer gebeurt, dan is het helemaal niet erg. Dan is het gewoon zoals het is. En ik zal ook heus al eens een keer mijn knipperlicht vergeten zijn. Maar het is gewoon, als die mensen zien dat jij staat te wachten, want ik stond al stil, dan is het natuurlijk wel netjes als je even je knipperlicht gebruikt. Ja toch? Ik bedoel, ik vraag er niet om een staaf goud.
als gast in de tunnel. Leuk man. Hier is kermis. Yay, kermis. Nou, er staat er staan rotsauto's. Dat ding is fucking klein. Er staat een wip en een schommel. Dus ja, dat is voor mij geen reden om daar naartoe te gaan. Ik heb daar echt geen zin in. Wat wil jij de volgende keer zien? Laat het even achter in de comment. En dan gaan we ervoor zorgen dat dat geregeld kan worden. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Ja, ik heb dus zojuist de video, zeg maar, het einde ingesproken. Maar ik zat me echt te bedenken. Mijn vriendin weet natuurlijk niet dat ik aan het opnemen ben. Dus als ik nou even haar reactiefilm op het moment dat ik gas geef. Dat is wel komisch, denk ik. Ja, of niet, dat kan natuurlijk ook, maar ik vind het komisch in ieder geval. Dus ja, blijf vooral kijken. Als ze naar buiten loopt, klik ik de camera aan. En ik hoop natuurlijk dat ze hem niet ziet. En ja, laten we even haar reactie afwachten. En dan stopt de video eigenlijk vanzelf, omdat ik eigenlijk een beetje wil verrassen. Dus ik kan natuurlijk niet de boodschap inspreken van jongens, bedankt voor het kijken, later. Dus bij deze nogmaals bedankt voor het kijken en kijk naar haar reactie. Daar komt ze aan, ze heeft nog niks door. Ik ga er ook even afleiden dat ze niet ziet dat ik aan het filmen ben. Dat is helemaal het leukste. Dus ik doe alvast de gordel los, dan hoeft ze niet zo te kloten om in te stappen. Ik stop nu even met pratenluidjes. Hallo schatje! Kom lekker bij me zitten. Ja, gordeltje om. Heb je een beetje zin in? What the fuck, man? Ja, we moeten. Ik ken een beetje van Doop. Ja, die ken ik ook. De buurt wil niet denken. De buurt hoeft allemaal niks te denken. Lukt het? Hoi. Oh, wacht. Ja, lukt het? Ja. Ah. Kijk nog een kus. Nee, deze was. Omdat die dikke in die auto heb gezeten. Wat dikke? Sorry. Ja, die is zo smal. Nee, maar hij heeft in die auto gezeten en daarna trek ik het aan en anders dan flubbert hij in alle kanten.
make the ground shake.